Yes, beste kijkers, welkom bij een nieuwe video. Het is alweer even terug dat ik een video heb geüpload. Het is vandaag vrijdag, 8 uur. Ik ga zo meteen mijn ontbijtje maken en na het ontbijtje ga ik richting mijn vader. Dan gaan we even zitten voor Buten Coaching en Training, onze onderneming. Daar ga ik binnenkort nog meer over vertellen. Wat ik zo meteen ga eten is 2 gebakken eieren, 2 eiwitten. Ik bak wat spekjes op. Normaal gesproken hou ik niet zo van varkensvlees. Maar ja, het is over van gisteren, dus zonde om het weg te gooien. Daar snij ik een paprikaatje bij door, die pak ik ook op. Ik neem jullie mee in het koken, ik ga jullie laten zien wat ik kook. En daarnaast neem ik jullie vandaag mee naar de gym. Michel is ook weer aanwezig, Michel van vlog 1. Dus ik hoop dat het een leuke video wordt. Geniet van het kijken, ik neem even een scoopje creatine. Dit zijn de supplementen die ik normaal gesproken neem over de hele dag. Meestal doe ik die 's middags en deze 's ochtends. Waarom? Omdat in Multiman zit zink en vitamine D zitten er ook in. Dus dan pak ik die 2 later op de middag. Vandaag kan dat niet, want ik eet vanmiddag niet thuis. Dus dan neem ik alles in de ochtend. Daarnaast neem ik in de ochtend magnesium en creatine. Genoeg geluld, geniet van het kijken. Ga je mee? Nou jongens, dames en heren, we hebben heerlijk gegeten. Het is nu 10 uur, ik ga richting mijn vader. En die chihuahua gaat mee, maar ik ben alleen thuis. Dus ik kan hem dan daar mooi even uitlaten. Even aan de bank, 2 uurtjes knallen met mijn pa en daarna komt Michel hier. Gaan we samen wat eten. Kom maar, Bikkel. Gaan we samen wat eten. En dan gaan we de gym in. We zijn er. We zijn er, jongen. Hey. Nou, ik en mijn vader zijn hier dus aan het werk. Dan zit die hond de hele tijd met dat piepje. En hieronder hebben we een dierenwinkel. Mijn vader altijd snel een speeltje zonder piepje. Anders worden we helemaal knettergek. We zijn nu even bezig voor de website. De website wordt deze week of volgende week afgerond. En we zijn ondertussen bezig met de training vorm aan te geven. En binnenkort kunnen we proefdraaien, dus er worden stappen gezet. Daar is die hoor. Onze man van vlog 1. Wat gaan we eten? We hebben hier een pastaatje van Michel met kip en pasta saus. Ja, jongen. En ik ga mijn meal prep eten. Dat is tomatensaus gehakt en groenten. En dan met een pastaatje. Groeivoer. Huis. Shit, klaar is daar. Kijk dan. Ha. Wij gaan even lekker eten. Dan gaan we even de chihuahua uitlaten. En dan gaan we naar Basic Fit. Dan gaan we rammen. We trainen. Schouders. Triceps. Triceps en misschien biceps. Misschien. Misschien. Oké, lekker man. Ik zie jullie zo.
femme, je suis sans trop près de patiner. Yeah, mec de la caisse, n'est pas maîtresse, sous planique. Yeah, il est en way. Il est en way. Il est en way. Ik zie jullie zo in Nijverdal. Ik zie jullie zo in Nijverdal. Ik zie jullie zo in Nijverdal. Overgestapt. We zijn overgestapt naar Basic Fit. Nou jongens, tijd voor een lekker scoopie. We trainen schouders, tricep en bicep. Nou, ik heb nu bepaald schouders biceps pakken. Vrijdag, dus we mogen volle scoop nemen. Oh, hier. Yeah. Volle scoop. Auto jongen. Tijd dat er brute scoops komen. Ja, echt. 2 jaartjes. Als jullie gaan blijven abonneren en jullie zorgen dat dit kanaal gaat groeien, komen de brute scoops. De verhoudingen liggen er al. Sneller dan je denkt. Ja, nee, de verhoudingen zijn er al. Ik zie jullie zo in de gym. Yeah. Gewoon naar boven. Ha. Kijk dat dikke sanka nog. Wajo. Sorry. Had je het over mij? Ja man. Ja tuurlijk. Bro. Kijk, hij doet het erom. Ha. Hij doet het erom. Hop. Thank you.
sessie zit erop. Aan het eind niet meer gefilmd. We hebben nog even snel biceps geknald. En een klein beetje triceps wat ik niet heb gefilmd. Hoe ging het? Lekker, lekker, lekker. Lekker, lekker. Nu gaan we even naar de Marquise. Gaan we daar even lekker hapje eten. Ik zie jullie zo. Even een kleine shape update. We zitten in de bulk. Nu wordt het heel donker. Dus als we aanspannen. Nog vrij droog. Ja toch. Ik zie jullie zo bij het eten. Heerlijk gegeten bij de Marquise. Ik mag gewoon lekker veel eten, want ik zit in de bulk. Ik ga de hele zomer door bulken. Waarom? Omdat ik gewoon nog even die gains wil maken. Ik ben nog niet op het level waar ik wil zijn, dus ik ga tot volgende zomer bulken en dan ga ik echt keidroog. Ik ga straks nog even wat vertellen over de bulk en over kutten richting de zomer, calorietekort. Dus. Yes, dames en heren, ik zou nog even wat vertellen over de bulk. Ik zit nu in de bulk omdat ik voor Bonaire ben droog gegaan en ik was nog niet tevreden met het resultaat. Ik heb het ook wel heel snel gedaan en ik ben wel wat spiermassa verloren in die tijd, maar ik wil gewoon nog een jaartje knallen en massa opbouwen. Over een jaar ga ik proberen super droog te gaan, dan ga ik echt op een laag vetpercentage zitten en ik denk dat ik dan ook wel aardig wat spiermassa heb gebouwd. Maak niet de fout zoals de meeste jongeren nu doen. Ik zie gewoon dat tegenwoordig iedereen droog trainen het belangrijkste vindt. Alleen wil je spiermassa opbouwen, dan is het belangrijkste een calorieoverschot en keihard trainen. Dus gewoon bulken. Ga niet, als je net begint, ga niet 4-5 maanden bulken en daarna al meteen droog trainen. Zorg dat je 1 of 2 jaar lang minimaal hebt gebulkt en ga dan droog trainen. Want de meeste beginnen met trainen, die hebben net een jaartje gehad. In een jaar kan je aardig wat spiermassa kweken. Alleen zou ik gewoon het 2 jaar proberen vol te houden met een klein calorieoverschot. Zodat je het maximale aan spiermassa kan opbouwen. En als je daarna gaat droog trainen, dan valt het ook niet tegen. De meeste gaan veel te vroeg droog trainen en dan denken ze van ja, nou. Er blijft gewoon heel weinig over dan. Wanneer je droog bent en net 4 maanden onderweg bent, dan gaat het je echt tegenvallen wat onder die vetlaag zit. Dus ga wat langer bulken en daarom, ik kies er gewoon voor om de zomer door te bulken. Dan maar iets minder in shape op het zwembad of op het strand. Maar de tijd dat iedereen daar flaneert met zijn sixpack, maak ik die gains. Ik hoop dat jullie wat inspiratie op hebben gedaan met de voeding wat ik eet voor in de bulk. En daarnaast wat oefeningen kunnen gebruiken uit de workout die ik heb gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken. Gooi die duimpjes omhoog. Gooi reacties hier beneden. En vergeet niet te abonneren. Ciao.